In de algemene ledenvergadering van D66 Tiel op 15 februari is unaniem besloten Tienke van der Werf aan te wijzen als wethouderskandidaat voor Tiel. De partij maakt hiermee voorafgaand aan de verkiezingen duidelijk wie haar kandidaat zal zijn voor een nieuw te vormen college van Tiel, als D66 daarin mag deelnemen. Tienke is 54 jaar en heeft ruime ervaring in het lokaal bestuur. Zij was tot 1 januari wethouder in Zevenaar. Gisteren 15 februari heeft de algemene ledenvergadering Tienke van der Werf aangesteld als kandidaat wethouder voor D66 voor de komende gemeenteraadsverkiezingen. Wie is dat? Vertel. Zij is oud-wethouder van Zevenaar. Door gemeentelijke herindeling is ze haar positie kwijtgeraakt en wil vol ambitie en enthousiasme in Tiel beginnen. Wat heeft zij met deze regio? Ze woont aan de rand van de regio natuurlijk, gaat deze kant opzoeken, is zich al aan het oriënteren, heeft al een dagje rondgelopen hier in de gemeente en het bevalt haar steeds beter.